Mijn naam, is, uh, mijn naam is Mike, Mike Ott. Ik uh, ben geboren en getogen in Spijknisse, woonachtig in Zuidland. En ik uh, doe dit seizoen uh, mee met Bee Gees Forever and the Tribute, Battle of the Bands. En hoe is dat uh, ontstaan? Hoe ben je in het uh, programma terechtgekomen? Is dat een uh, ouderwets mailtje met willen jullie meedoen of uh, hoe gaat dat? Er was uh, op een gegeven moment een vraag vanuit iemand die had een idee van ik wil een Bee Gees uh, Tribute Band beginnen. En uh, dat was toevallig iemand die ik weer kende van een invalklus. Dus uh, hij had gevraagd of ik, uh, of ik auditie wilde doen voor die band. Nou, toen heb ik auditie gedaan. En uh, uh, hebben we nog een aantal andere mensen bij elkaar gebracht. En daar kwam dit uit. En toen hebben we eigenlijk het eerste jaar alleen maar gerepeteerd. <laughs> en uh, toen we een beetje begonnen, begonnen op te treden, toen kwam... Uh, ja toen, toen kwam we ineens toen heeft ook diezelfde persoon weer die eigenlijk een soort van de oprichter die heeft toen besloten weet je wat ik ga proberen ik ga gewoon proberen of van de tribute mee kunnen doen nou en zo geschieden auditie gedaan en uh, ja, nu doen we dit jaar mee en hoe is dat dan uh, de eerste twee afleveringen natuurlijk gehad en ja er zitten natuurlijk drie mensen in de jury die laten we zeggen best verstand hebben van uh, ja van het hele, het hele gebeuren eromheen ja, hoe is dat om dan uh, die, ja, de jury en het publiek dan te overtuigen en zo dicht mogelijk bij dat origineel te komen? Nou ja, ik moet zeggen dat uh, uh, voor, voor ons is het altijd gewoon heel belangrijk geweest dat het inderdaad uh, dat je dat je zo dicht mogelijk in de buurt komt van hoe ze klinken. Uh, dus dat, dat, dat is echt wel een zoektocht geweest. In die zin dat we echt met stemmen continu zijn gaan schuiven en. Uh, de, die de ene stem, die de andere stem uitproberen, toch weer niet terugluisteren en dan zo. Um, dus zelfs op de, ja, de opnamedagen zelf, nog van de, de eerste en de tweede aflevering, hebben we nog ontzettend veel in de, in de kleedkamer op de gang, weer opnieuw alles repeteren, 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 repeteren. En uh, ja, het, het, ik moet zeggen dat het komt op tv, het komt het echt prachtig over. Dus daar zijn we alleen maar heel erg blij mee. En de jury reageert enthousiast, publiek. Geeft hele hoge cijfers. Dat, dus, daar, zijn we, ja, daar zijn we alleen maar heel erg dankbaar en blij mee. En dat resulteert nu in een uh, optreden AOI. Ja, dat, dat, dat moet bizar zijn, lijkt me. Nou, toen ik dat in de agenda langs zag komen, <laughs> dacht ik echt van: wat gebeurt hier? Uh, wat, wat ge ja, wat gebeurt hier? Dat was het vooral. Dus ja, er de, 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 de komen gewoon dromen uit. Al uh, na de eerste twee afleveringen. Dus ja. Zeg, kom maar op met, die, met de rest, zeg maar. Weet je wel, dat kan alleen nog maar... Uh, ja. het, kan, het, kan, het kan haast niet meer beter, al voor mijn gevoel. Ja, en dan moet de derde aflevering nog komen, weet je wel. Dus dat is fantastisch. En uh, de derde aflevering natuurlijk aankomende zaterdag weer uh, op televisie. Maar Ahoy, hoe gaat dat eruit zien? Datum? Uh, ja, kan je alvast wat weggeven? Uh, ja, Ahoy is 13 oktober uh, van dit jaar. En uh, ja, verder nog uh, plannen? Heeft, heeft ja, de, de, de tribute nog meer toffe optredens die je al kan aankondigen? Of is dat pas na het seizoen dat je, dat je daar meer over kan vertellen? Het festivalseizoen bijvoorbeeld? Nou, ik heb moet zeggen dat uh, in de afgelopen week is het zo krankzinnig uh, uh, gestegen dat er ineens uh, 40, 45 shows bijkwamen in een paar dagen. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het even niet zo helder heb wat er allemaal bij is gekomen. Daar moet ik echt, uh, de, ja, dat, ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zitten er wel een, uh, wat ik langs zag komen, is wel een aantal opties voor festivals. En uh, het ziet er toch uh, ook wel naar uit dat we misschien zelfs nog een paar theaters ook uh, gaan doen. Dus dat ja, dat is, ook dat is een droom die uitkomt. Dus dat is, ja, heel gaaf. En ga je dan ook hier uh, de regio intrekken Voor naar Putten. Is dat al iets uh, ja, wat je bekend mag maken? Of waar ja, misschien ook een droom is. Misschien een oproepje. <laughs> ja, uh, uh, nou ja, weet je, het, het, is natuurlijk, uh, het zou fantastisch zijn als we een keer theater de stoep kunnen doen. Uh, het zou fantastisch zijn als we Spijkenis Festival kunnen doen. Het zou fantastisch zijn als je. Wat hebben we hier nog meer? Het Voornaanzee, Zee geloof ik, hebben we hier. We hebben. Ja. Hoe uh, kan je live hebben hier? Ja, allemaal te gek. En als mensen de ontwikkelingen willen volgen rondom het programma... en uh, ja, jullie als band, waar, uh, waar kunnen ze allemaal terecht? Uh, Instagram, Forever NL, Facebook. Uh, daar hebben we, ook, we hebben ook een Facebookpagina. We hebben een website, www.bgsforever.nl. Uh, ze kunnen mij gezellig volgen. Als je mijn voor- en achternaam intikt, dan uh, kom je ook een voetballer en een regisseur uit Amerika tegen. Maar ik ben die. Uh, die met. Uh, ja, die met die Rotterdamse uitstraling. En <laughs> mag je al voor de derde aflevering wat gaan jullie spelen? Of mag je dan nog niet zeggen? Uh, dat wordt binnen een paar dagen bekendgemaakt, geloof ik. Dus. Uh, ja, zolang. Uh, Zolang SBS het nog niet heeft gezegd, ga ik het ook niet zeggen. En als laatste, als, als afsluiter, de mensen. Je hebt heel veel berichtjes gekregen, vertelde je net al. Uh, een kleine boodschap aan de mensen die uh, ja, heel veel liefde op social media onder andere. Ja, uh, dankjewel. Dat is heel overweldigend en daar ben ik uh, ontzettend uh, blij, en, uh, ja, blij mee en dankbaar voor. Dus dat is, uh, ja, blijf ze vooral sturen, want het is hartverwarmend.